Afgelopen zondagochtend is er een steen vanaf een viaduct in Kerkrade gegooid. Een verslaggever Kees Amsterdam staat op de plek waar dat gebeurde. Afgelopen zondag rijdt een 69-jarige man afkomstig uit het Duitse plaatsje Baasweiler iets voor 6 uur 's ochtends door Kerkrade. Hij zit alleen in zijn auto en is op weg naar Landgraaf. Als hij hier over de Roderlandbaan rijdt, ook wel de N299 genoemd, richting Landgraaf, die kant op, schrikt hij ineens van een enorme klap. Er blijkt een steen door zijn voorruit te zijn gevlogen, precies op de plek waar de man achter het stuur zit. Wonderbaarlijk genoeg weet hij de auto zonder ongelukken te stoppen. Mede door de manier waarop de steen door de voorruit is geslagen, is er volgens de politie eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Iemand moet de steen vanaf deze plek bij de Kloosterbosstraat op de auto hebben gegooid. Maar wie, dat is nog altijd niet duidelijk. Ja, we hebben nu aan de telefoon meneer Hanen. Meneer Hanen, een steen vanaf die hoogte op een auto gooien, dat wordt beschouwd als een poging doodslag. Jazeker. En bij vergelijkbare zaken in het verleden zijn zwaargewonden en zelfs doden gevallen. Ja, we nemen deze zaak dan ook hoog op. Zeker ook gezien het formaat van de steen. Die hebben we teruggevonden in de auto en het bleek te gaan om een halve stoeptegel. Ja, als je kijkt waar die auto is geraakt, ja, dan had die stoeptegel zo tegen het hoofd van de bestuurder kunnen klappen. Het had direct zwaar letsel kunnen veroorzaken, maar ook indirect. Ja, als je de controle over het stuur verliest bij die snelheid, ja, kan het helemaal verkeerd aflopen. Die stoeptegel is om 5 voor 6 afgelopen zondagochtend gegooid. En iedereen zal snappen dat u met spoed mensen zoekt die dat misschien hebben gezien door wie dat is gedaan. Ja, we willen heel graag met mensen in contact komen die rond die tunnelbak daar in Kerkrade wonen. En die zondagochtend rond het tijdstip al wakker waren en wellicht iets gezien hebben. En ook mensen die een camera hebben hangen willen we vragen of daar mensen op staan die mogelijk meer weten. En natuurlijk ook bestuurders die wellicht beschikken over een dashcam die over die rode landbaan gereden zijn. Ja, die hebben wellicht iemand gefilmd. Duidelijke oproep, dank meneer Hanen. En vanavond, daarnaast weet de politie vermoedelijk meer over de plek waar die steen is gepakt. Na het ongeluk is de politie uiteraard hier in de buurt gaan kijken waar die halve stoeptegel vandaan kan zijn gekomen. Dat lijkt natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg, maar het lijkt toch gelukt om die plek te vinden. Hier in dit perkje op de hoek van de Kloosterbosstraat en de Pastoor van de Heidelaan is precies zo'n afdruk gevonden. Dat zou kunnen betekenen dat de dader of daders, want misschien waren ze met meer, vanaf hier die kant op zijn gelopen. Hopelijk is ook dat opgevallen. En het gaat dus om dit gebied daar in Kerkrade. Wie gooide daar zondag rond 5 voor 6 die halve stoeptegel? Vermoedt u dat u iets heeft gezien dat misschien kan helpen? Of heeft u misschien mensen over het voorval horen praten? Bel dan nu 0860-70. U weet het, dat is het gratis nummer van de opsporingstiplijn van de politie. Dan komt uw telefoontje vanavond hier meteen in de studio terecht. En u mag ook anoniem over de dader of daders tippen. Dat doet u dan via 0800-7000.